Met obsessieve aandacht voor je werk. Rick werd geen miljonair, hij was het altijd al. Nou ja, dit is gewoon letterlijk de exacte werkplek zoals ik hem toen had. En dan bouwde ik samen met mijn vader elke vrijdagavond dan die tent op. En dan kon ik zaterdag en zondag heel de dag poetsen. Het was een en... weekendbaan. Ja, sowieso. En dan zondagavond braken we hem weer af. Maar ja, je kunt het natuurlijk wel voorstellen dit was wel koud, hè? Want dit was gewoon twaalf maanden per jaar stond ik hier letterlijk gewoon te boenen. Dus met je handen in het sop, lekker nat. Nou ja, de winter Ik zie mijn ouders nog. We hebben dit nu wel eventjes dichtgemaakt, maar uh, ik zie ze nog aan de keukentafel. Dat is echt. Waar zie ik ze discussiëren? Want mijn moeder wilde altijd dat ik stopte en dat ik naar binnen toe kwam. En mijn vader zei altijd van, joh, laat hem doen, weet je wel. En dat beeld, dat zal ik nooit meer vergeten. Maar hoe maar... kwam het dan dat je zelf niet dacht, mijn handen doen pijn? Het is koud. Deze auto is gewoon genoeg. Ik stop ermee. Nou, als ik een auto stond te wassen uh, en het, en het vroeg letterlijk... dan stond ik met een veuntje de rubbers warm te maken. En dan kon ik de deuren weer openmaken... om dan de sponningen dus weer helemaal droog te maken. Maar waar komt dat dan vandaan? Ja, de, ja de gekkigheid, denk ik. Ja. Nu heb je van alles bereikt en weet je dat het het dus waard is geweest om zoveel uren ergens in te steken, maar dat wist je eerder nog niet. Nee, Toen je met niet, je ja. koude hand de auto stond te poetsen. Nee, nee, omdat ik in eerste instantie had ik geen financieel belang direct. Wat ik wel wilde, was een stukje onafhankelijkheid. En dat creëer je door bij wijze van spreken op een avond 25 euro extra te kunnen verdienen. Onafhankelijkheid van? Je ouders dan? Uh, nee, 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 absoluut niet van mijn ouders, maar gewoon in de maatschappij. Ik wilde gewoon zelf iets doen en ik wilde niet iemand boven me hebben staan die zegt van jij moet dit of jij moet dat. En dan in combinatie met de auto's uh, dacht ik van nou als ik misschien heel lang heel hard werk, dan uh, kan ik ook mijn eigen ding doen. Ja. En dat is enerzijds ondernemen en anderzijds uh, uh, gewoon met dit bezig zijn. Ja. Maar denk je dan ook dat als mensen